Welke nieuwe innovaties in de retailwereld houden jullie in de gaten? Er zijn er eigenlijk twee die wij heel erg belangrijk vinden, daarop ook hebben geanticipeerd. Dat zijn de digitale ontwikkelingen, de digitale diensten die er ontwikkeld zijn. En de data-analyse mogelijkheden. En dat zetten wij dan in ten behoeve van onze loyaliteitsprogramma's. En wat betekent dat dan? Nou, dat wij de retailer ondersteunen met zowel een antwoord geven op hoe kunnen we de online consument shopper bedienen in loyaliteitsprogramma's. En datzelfde geldt, hoe kunnen wij de data die de retailer heeft op zodanige manier crunchen dat er waardevolle informatie teruggegeven kan worden aan de food retailer. Zijn dat de enige trends die jullie in de gaten houden? Het zijn wel de twee belangrijkste trends. Okay, en wat levert dat dan op voor de retail sector? Voor de retail sector op zich, het terugkrijgen van belangrijke data, is dat ze hele goede geïntegreerde beslissingen kunnen nemen ten aanzien van prijspromoties, assortimentsbeslissingen, FMCG suppliers. Dat soort politiek, die kunnen wij daarin goede beslissingen laten nemen. En hoe verandert een retailorganisatie door uw data? Men verandert erin omdat men vaak inzicht krijgt in hoe een shopper met elkaar verbonden is. Een eenvoudig voorbeeld is, vaak bij food retailers wordt een assortimentskeuze gemaakt op basis van meest en minst verkocht. Wij zitten in de loyaliteitsbusiness en wij vinden het best belangrijk om te weten of nou die onderste producten die het minst zijn verkocht, als die op de lijst van deleted komen te staan, misschien zijn dat wel producten die door de meest trouwe consument wordt gekocht bij je. Dat assortiment killen kan dramatische gevolgen hebben. En wat betekent het voor de toekomst van retail over 5 jaar bijvoorbeeld? Ja, ik kan niet heel goed in de toekomst kijken. Dus ik weet wel dat veranderingen die zijn er ineens. Er sluimert een hele hoop. Een goed voorbeeld is Uber, is Airbnb. Bedrijven die gewoon een paar jaar geleden niet waren en nu de game changers zijn. De mobiele applicatie is absoluut een game changer voor de retailwereld. En wat u betreft loyaliteit? Loyaliteit zal altijd een belangrijke factor zijn, ja zeker.